het buitengebied onder Veldhoven. Op een klein landgoed woont een echtpaar van in de 70. Allebei een indrukwekkende carrière in de cardiologie achter de rug. Op zaterdag 28 november trekken de twee er 's ochtends op uit, naar Eindhoven, voor de boodschappen. Later die ochtend, rond 11:30. Een wandelaar loopt langs het omheinde landgoed van het echtpaar en ziet iets vreemds. Hé, hey, wat moet dat daar? Twee mannen zitten op verboden terrein en begluren de villa. Hé, hey, met mij. Luister eens. Ze seint haar man in. Haar man rijdt vrijwel meteen naar deze parkeerplaats vlak naast het landgoed. Omdat veel wandelaars hier hun auto parkeren, denkt hij, misschien hebben ook deze twee mannen hier hun auto neergezet. Hij noteert de kentekens van de auto's die er die zaterdagochtend geparkeerd staan. Op dat moment komen twee fietsers over een smal wandelpad richting de parkeerplaats. Hij vermoedt dat dit de mannen zijn die zijn vrouw kort daarvoor op het landgoed zag. Hij rijdt achter de twee aan. Ze fietsen een onverhard bospad in en even verderop een doodlopend pad. Als de mannen na een tijdje niet terugkeren, geeft hij het op. Maar terwijl hij terug naar huis rijdt, ziet hij ze weer, per toeval, op het fietspad langs de Volmolenweg. Ditmaal neemt hij zich voor om de twee aan te spreken en parkeert zijn auto op het fietspad, zodat de twee wel langs hem heen moeten. Maar dan stappen ze plotseling van hun fiets af en gaan op een meter of 50 van de auto staan roken. Wat opvalt is dat een andere getuige voor de overval twee mannen heeft zien zitten bij deze picknicktafel. Als dit dezelfde twee waren, dan betekent dat dat ze hier een tijd lang hebben rondgehangen. En meerdere getuigen hadden een slecht voorgevoel bij en dat bleek te kloppen, want later die middag werd het echtpaar thuis op hun landgoed overvallen. Rond 2:50 die zaterdagmiddag 28 november komt het echtpaar terug bij de villa in Veldhoven. Met de weekboodschappen en Sinterklaas cadeaus. Dat moment grijpen er twee mannen aan. De bewoner probeert nog om het duo tevreden te stellen met wat briefgeld. Maar daar zijn ze niet gevoelig voor. Ze willen meer. Ook de bovenverdieping wordt doorzocht, zonder resultaat. Dan maar een poging in de woonkamer. Ik wil geld! Dan wordt een van de daders ineens agressief. De bewoner krijgt een klap in zijn nek. Geen geld! Meteen daarna stoppen ze. Nee, nee, niet mee! Ze vertrekken met alleen wat briefgeld. We denken dat de twee mannen die eerder hier hebben rondgehangen ook de twee overvallers zijn. Ze zijn dus door meerdere getuigen gezien. En waarschijnlijk hebben ze gewacht totdat het echtpaar thuis kwam en hebben toen toegeslagen. We hebben signalementen van de twee. Het echtpaar denkt dat de mannen vrij jong zijn, zo tussen de 20 en 25 jaar. Ze hebben allebei een slank postuur en droegen donkere kleding met zwarte handschoenen. Ze hebben ook het een en ander gezegd tijdens de overval. Dat deden ze in het Nederlands, één met duidelijk een zachte G. Zegt dit signalement u iets? Krijgt u een vermoeden wie de twee overvallers zijn? Laat het dan weten. Opvallend is ook dat getuigen twee mannen op de fiets hebben gezien in de buurt van het landgoed. Als ze inderdaad op de fiets waren, dan is de kans groot dat ze uit de omgeving van Veldhoven, Aalst-Waalre of Valkenswaard komen. Vanuit Veldhoven is het slechts 5 kilometer fietsen en Waalre ligt op 3 kilometer van het landgoed van het echtpaar. Met iedereen die hier die ochtend en middag van zaterdag 28 november iets gezien heeft wat met de overval te maken kan hebben, komen wij graag in contact. De politie heeft al veel mensen gesproken, maar waarschijnlijk dus nog niet iedereen. Weet u meer? Neem dan contact op. En dat geldt ook voor de inzittenden van bus 174, die van Eindhoven naar Bergijk en vice versa rijdt. Die bus rijdt over de Volmolenweg in Veldhoven, vlakbij het landgoed. De politie wil met name spreken met passagiers die daar op zaterdag 28 november tussen 10:00 's ochtends en 3:00 in de middag hebben gereden. Help mee de twee overvallers te vinden. Het nummer van de tiplijn is 0800 60 70. Anoniem blijft u via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. En rechtstreeks uw informatie delen, dat kan ook met het team Criminele Inlichtingen.